Dit is Sint-Joris Weert. Begeesterende rust, royaal badend in het groen. Sterk verbonden met de buitenwereld en samen met zijn geografisch gezegende ligging een fantastische plek om te wonen. Even reality check. Als Vlaams dorp is Sint-Joris Weert als een inktvlek uitgelopen om zijn aders te verkalken met vrijstaande eensgezinswoningen en tegelijkertijd grote lappen natuur te amputeren en zich eigen te maken. Een strategie met als gevolg een moordend lage dichtheid die de middenstand en het dorpsleven richting intensieve stuurt. En hoeveel groen er rondom Sint-Joris Weert ook ligt, het uitgesmeerde dorp scheidt deze natuur ontegensprekelijk op in twee polen en keert het de rug toe. Kan Sint-Joris Weert ook verbinden, inbreiden en leeglaten? Kan Sint-Joris Weert af- en uitbreken, zichzelf herontdekken en hergebruiken? Kan Sint-Joris Weert ademen? Kan het overleven? Wij denken van wel. Door levensaders chirurgisch in te planten in de vorm van buurtwegen. Om bestaande aders zuurstof te geven, om het zacht verkeer zijn plek te laten opeisen, om de twee polen te verbinden, om vergeten ruimtes te herontdekken, verdichting gevoelig te componeren en open ruimtes te omkaderen. Door de natuur in het dorp uit te nodigen en het bekende in het groen wonen te transformeren. Om het dorp te laten herrijzen. Met deze operatie geloven we dat het kan. Hiervoor hebben we enorme durf, creativiteit, overtuigingskracht, net genoeg geduld en een brok collectieve passie nodig om van Sint-Joris Weert dat ene fantastische dorp te maken voor iedereen.